Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking over Nederland en uit die bewolking valt van tijd tot tijd ook regen. Het noorden krijgt straks wat droger weer. In het zuiden blijft de neerslagzone slepen en zal het een groot deel van de dag toch aan een natte, druilerige kant zijn. Vanochtend al temperaturen van 10 graden, vanmiddag misschien nog een graadje erbij. Eh, temperaturen dan lokaal zelfs 12 graden. In het zuiden blijft de neerslag slepen, in het noorden is het af en toe droog en kan misschien ook heel even de zon doorbreken. De wind is westelijk in de middag en vooral in de avond en neemt dan ook wat af. Maar dat is allemaal van tijdelijke aard. Een neerslag ook vanavond in het zuiden nog actief, in het noorden duidelijk wat meer opklaringen. Maar ook dat is allemaal tijdelijk, want in de nacht regent het weer. Morgen overdag veel regen met in de middag wat droge perioden, maar ook weer buien. En vooral in de middag en avond gaat het ook heel hard waaien met kansen op storm langs de kust. Vrijdag is het wat wind betreft rustiger. De temperatuur pakt lager uit. Het wordt een graad of 7. Er vallen een paar buien, misschien zelfs met een winters karakter erbij. Zaterdag en zondag weer oplopende temperaturen. Het blijft zeer wisselvallig, met vooral op zaterdag kans op regen en op zondag een enkele bui. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.